13 november zullen wij door de hele gemeente met meerdere burgers en opvallende buurpreventieteams de straat op gaan. Schrik niet van als er een foldertje aan u uitgedeeld wordt of u wordt ergens op geattendeerd. Probeer ook die mensen te woord te staan. Zij doen het allemaal, het zijn allemaal vrijwilligers die dit doen. En we willen samen werken aan meer veiligheid binnen ons basisteam. Nou, Eén dag niet is 3 jaar geleden door enkele collega's in het land ontworpen, zeg maar. De utopie van één dag niet is om één dag geen woninginbraken in Nederland te hebben. Dat zal ook een utopie blijven, maar we willen proberen om zo ver mogelijk te komen daarin. In dat streven naar geen woninginbraken op één dag. Het is toen met de ludieke datum 11, 12, 13 begonnen. Dat is de eerste dag dat men gelopen heeft. En de bedoeling van één dag niet is om mensen uit de wijken zelf, dus de burgers zelf, dat die middels buurpreventieteams, buurtwijkteams, wijkplatforms, noem het maar op, initiatieven op die dag gaan ontplooien. Om de wijk in te trekken en bezig te zijn met preventie van woninginbraken. Ze kunnen zelf al opletten, bijvoorbeeld in de donkere dagen. Je ziet de woninginbraken worden niet meer hoofdzakelijk 's nachts gepleegd, maar overdag en in de avonduren. Zorg voor goede verlichting rondom huis. Zorg in de nachtelijke uren dat je het nachtslot wat op je voordeur zit, dat je dat ook gebruikt. En de extra bijzetsloten op voor- en achterdeuren, gebruik die ook. Want dat komen wij heel vaak tegen, dat mensen dat niet gebruiken. En dat maakt de inbreker makkelijk. Dan komen we dus makkelijk aan die 90 seconden. Zorg dat er geen ladders tegen gevels staan of op daken liggen. Een kliko-bak, dat die niet bij een schutting staat waar men zo, of op bij een plat dak, dat men zo erop kan klimmen. Het zijn hele kleine dingen. Kijk eens zelf kritisch met ogen van hoe zou een inbreker hier naar binnen kunnen komen. En haal die obstakels weg of probeer er iets mee te doen. Dan zijn we al een heel stuk op weg. Het idee hierachter, dat is om preventief bezig te zijn. Om duidelijk aanwezig te zijn in de wijken, fysiek. Ook middels, we hebben een tekstbord komt in de gemeente staan, waarop bepaalde tekst komt te staan met betrekking tot de dag, één dag niet. En daar willen we proberen mee af te schrikken. Er zullen in verschillende wijken, en ik ga niet zeggen welke wijken, zullen er buurpreventieteams actief zijn. Er zullen ook gewoon de burgers samen met begeleiding van wel of niet van politie, zullen de straat opgaan om in het kader van de één dag niet actie met witte voetjes, dat zijn kleine schoenafdrukjes, te verspreiden. Op locaties, als je een situatie hebt, bijvoorbeeld openstaand raam, zal daar een wit voetje naar binnen geworpen worden met wat wij geconstateerd hebben. En om mensen alert te maken van, ben je bewust ervan, dit had ook een voetafdruk van een inbreker kunnen zijn. Voor ons is het de bedoeling om de mensen, om bewustwording te krijgen bij de bewoners van de gemeente Sittard-Geleen. En gelukkig ook de collega's uit het Steinse en het Beekse, die doen mee. In Born gaan ook mensen de straat op, heb ik begrepen. Om die bewustwording te krijgen bij die mensen van, let eens op, beveilig je eigen huis. Dat hoeft niet altijd met een slot. Hele kleine praktische dingen zijn vaak al veel hulpzamer.